In 2014 ging het eenheidsstatuut van kracht, waarbij een nieuwe ontslagregeling van toepassing is voor arbeiders en bedienden. In het arbeidsrecht werd ook gesleuteld aan de ontslagmotivering. Human Resources-experte Sandra van Dorpen praat erover met meester Philip Tieleman. Welkom Philip, voor alweer een boeiende ZHR-editie. Enkele jaren geleden is ons arbeidsrecht grondig veranderd, een beetje een facelift doorgemaakt, zeggen we, met de invoering van het eenheidsstatuut. Proefperiode afgeschaft, karensdag afgeschaft, opzegtermijnen zijn een beetje gelijkgeschakeld, zullen we zeggen. Maar vandaag gaan we het hebben over CAO 109 en dat gaat over de motiveringsplicht bij ontslag. Moet elk ontslag dus nu gemotiveerd worden? Dat is een absolute misvatting. Vanuit strikt juridisch oogpunt moet op de dag van vandaag een ontslag niet gemotiveerd worden. Het is de werknemer, de ex-werknemer, die zelf het initiatief moet nemen naar zijn ex-werkgever om de motivering na het ontslag te bekomen. Dus concreet, de ex-werknemer moet een aangetekende brief sturen binnen de 2 maanden na het ontslag, als hij of zij onmiddellijk ontslagen is. Is er een opzegtermijn betekend, dan moet het binnen de 6 maanden na het verzenden door de werkgever van de aangetekende brief gebeuren. Wat zijn de sancties als de werkgever, ex-werkgever, daar niet op ingaat? Dan kost hen dat onverbiddelijk 2 weken loon. Wordt nadien duidelijk dat we te maken hebben met een kennelijk onredelijk ontslag, wat in feite zou impliceren dat het ontslag niet is gemotiveerd door de houding van de ex-werknemer of door economische omstandigheden. Ja. En dan zegt men ook nog en dat geen enkele redelijke werkgever die ontslagbeslissing zou genomen hebben, dan kan dat de ex-werkgever nog eens 3 tot 17 weken loon kosten bovenop de verbrekingsvergoeding. Dat is in feite de sanctie voor de motivering of het gebrek aan motivering. Oké, tenslotte, wat is jouw opinie of jouw advies? Motiveren onmiddellijk of niet motiveren? Los van het juridische raad ik ten stelligste aan om niet te motiveren. En ik heb al opgemerkt in de praktijk dat iemand de fataliteit van een ontslag gaat aanvaarden. Maar wat iemand drijft naar een rechtbank, dat is de motivering. Ja. Zeker als het op papier van naaltje tot draadje wordt uiteengezet, dan zie je dat dat een enorme emotie losweekt, wat uiteindelijk gaat leiden tot procedures. Wel, dat waren alweer heel nuttige tips, denk ik, voor onze kijkers. Heel hartelijk dank.